Ja, of kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan Offer de Rotjoch en welkom weer terug allemaal bij een nieuwe video op dit kanaal. En dit keer speel ik weer Would You Rather? Oftewel, wat zou je liever willen doen in het Engels? Dat betekent het. We gaan lekker meteen beginnen, let's fucking do this, welkom bij vraag nummer 1. Het gaat dus als volgt, ik krijg gewoon een keuze eigenlijk, wat heb je liever? Of je bent inderdaad be a regular on a daily soap opera, of je gaat dus iemand die zomaar op een opera is. Of make one-line cameos in the 3 large Hollywood blockbusters each year. Of je mag 3 keer iets zeggen in een film of zo. Dat vind ik echt een hele stomme vraag. Maar dus weet je wat, ik doe wel de regular on a soap opera boeien. Alright, goed, volgende vraag inderdaad. Het gaat dus als volgt gewoon, je moet dus in beantwoorden. Heb je liever dit of heb je liever dat? Het is eigenlijk heel erg simpel, maar blijkbaar vinden jullie het hartstikke leuk. Laat het gewoon lekker doen. Would you rather have everything you touch turn to dust? Have everything you touch turn into gold? Alles wat je aanraakt verandert of in stof. Of alles verandert in goud. Ja, dan heb ik liever alles in goud. Boeshakalaka 92% in de pocket. Lekker gedaan. Op naar de volgende vraag. If you were on the Starship Enterprise. Would you rather Starship Enterprise wander under Captain Kirk of Captain Picard? Of bij Kirk of bij Picard? Dus Star Trek fans. Picard, man. Picard is veel cooler, man. Kirk is niet zo cool, vind ik. Would you rather get shot, get stabbed? Wil je liever neergestoken of neergeschoten? Ik denk neergeschoten, want... Dat is makkelijk te verwijderen. Zo'n messteek lijkt me veel erger. Dus ik heb liever get shot. Ja, zie je? Dan is het in één keer aflopen. Zo gestoken is zo persoonlijk. Weet je, komen ze dichtbij en dan steken ze je. Dat is zo persoonlijk, man. Would you rather be... Ben je liever een carrot, een wortel, of ben je liever een komkommer? Ik ben liever een komkommer. Die vraag... Oké. Would you rather be married to someone that doesn't love you... Of to marry to someone that don't love you. Huh? Be married to someone that you don't love. Of iemand die van jou houdt. Of iemand van wie jij zeg maar niet houdt. Heb ik liever voor iemand van wie ik niet hou. Want andersom zou het heel pijnlijk zijn. Dus ik heb liever dat ik met iemand getrouwd ben van wie ik zelf niet hou. Want dan is het mijn fout. En dan heeft die ander nog een goed leven. Denk ik. Nee, heb je juist niet. Ja, goed. Would you rather? Control the elements, control time. Of de elementen, dus water en vuur en avatar shit. Of... De tijd. Nou, sowieso de elements. Kom op, avatar, man. Maar hebben we de tijd? Nee, man. Ik heb echt liever de elementen, ouwe. Dan kun je gewoon vuur spuwen en shit. Dat is veel cooler, man. Would you rather be punched by your Saitama from One Punch Man of face the pen and stare by Ghost Rider? Ja. Dat is een vraag die stom is. Ik ben liever niet geslaagd door de One Punch Man, dus die. Ben je liever een superhero of een supervillain? Supervillain! Ah, dacht dat ik niet gedacht had. Dacht dat ik gaat kiezen voor held. Ik wil sowieso, als ik een superkracht zou hebben, zou ik sowieso de bad guy zijn. 100%. Geen eens twijfel. Would you rather jump off a two-story roof? Of take a sandwich tackle from 3 rugby tacklers players? Dus, wat heb je liever? Of je springt van een gebouw of 2 verdiepingen hoog is. Dus dat is best wel pijnlijk en je breekt iets. Of je neemt een tackle van 3 rugby players. 3 rugby spelers tegelijkertijd. Ja, ik denk... liep voor die tackle. Dus die mensen in. Want hier ben je sowieso ook misschien dood zijn zelfs. Ik deed een tackle. Hoppa. Tackle heeft gelijk. Boom. Would you rather only speak words that begin with the H? Not be able to say any words that have the letter E in them. Oké. Okay, je moet alleen woorden kunnen spreken met de H beginnen. Of je mag geen woorden zeggen met de E erin. Heb ik liever dat ik geen letters met de E kan zeggen. Anders kan je heel veel woorden helemaal niet zeggen. Dus letter E. Oh. Nou, dat is een beetje stom. Er zijn net die stomme vragen hier op die site. Zijn best wel stupid. Laten we eerlijk zijn. Would you rather, heb je liever, eet je alleen maar lima beans voor de rest van je leven, be allowed to eat your favorite meal, but only 3 times a week? Oké, dus je mag kiezen of je eet de rest van je leven lima beans, of je mag alleen je favoriete maaltijd eten, maar één keer 3 keer per week. Liever 3 keer per week, ja. Dat is een makkelijke vraag, dit zijn echt helemaal geen moeilijke vragen. Would you rather, moeilijke, be permanently mute, of amputate one of your arms, ofwel, je bent voor altijd mute. Kan je niet meer praten. Of een van je armen eraf. Dan heb ik liever een van mijn armen eraf. We hebben dan niet meer... Wat? Mensen hebben liever dat ze nooit meer kunnen praten? Wat? Dat is fucking stupid. Ik heb liever dat mijn arm er maar af is dan. Would you rather be hunted by people of hunt people? Wauw. Jaag je liever op mensen of wordt liever op jou gejaagd? Natuurlijk jaag je liever op mensen. Dan zou ik opgejaagd worden. Kom op, zeg. Hoi. Ah. Wat heb je liever? Play real life Minecraft, echt Minecraft spelen of real life Mario Kart? Real life Minecraft is best wat te doen. Dus ik zeg Mario Kart. Ik ga liever Mario Kart spelen. Wat fucking vet. Allemaal schilden op elkaar gooien. Een beetje karten de hele dag.
pretty awesome. It's pretty awesome. Whatever. Randomly go limp of doof zijn. Of inderdaad... af en toe kan je gewoon in één keer knock-out gaan. Dan ben ik liever doof. Wat? Mensen randomly go limp? Dat je af en toe gewoon in één keer uit kan vallen? Nee, man. Ik ben liever doof. Would you rather have an excellent relationship with an imaginary friend? Of have a terrible relationship with three real friends? Of je hebt een hele goede relatie met een persoon die niet bestaat. Of met een of drie die jou niet zo heel goed vinden. Heb ik liever drie echte mensen dan een imaginary friend. Ja, hallo, sorry hoor. Imaginary friends hebben niks aan. Kom op nou zeg. Huh. Heb je liever telekinetic of telepathisch? Ik wil liever telepathisch dat mensen kan lezen. Dat is telepathisch. Ben je liever de rest van je leven ziek of je moet twee puppies vermoorden? Het spijt me, maar drie puppies. Ja. Drie puppies. Sterf, sorry. Wat wil je liever, overal kaal of albino? Word ik liever overal kaal. Albino, dan heb je rode ogen en dan word je helemaal spierwit en dan kan je niet tegen de zon. Echt gewoon helemaal niet. Dat is Michael Jackson. Dan ben ik liever helemaal kaal. Ik bedoel, binnenkort ben ik toch kaal voor een paar jaar, dus whatever man. Komt eraan, elke man gaat het krijgen, toch? Wat heb je liever, in je moeders bed elke nacht slapen? Of je ouders bed? Of weep every time someone tells you a joke in front of you. Elke keer huilen als er iemand dingen vertelt. Of ik liever dat ik huil elke keer als iemand een grapje vertelt. En dan kan ik nooit, anders zou ik nooit een vrouw kunnen hebben of zo, weet je wel. Want ik sta bij mijn moeder in bed. Dus dan ga ik wel elke keer huilen als iemand een grapje vertelt. Dan kan ik zeggen dat ik huil van het lachen. Wat heb je liever? Jump of a story to roof? Deze hebben we al gehad. De rugbyplayers. Wat heb je liever? Castrated lamb, using only your teeth. Een lammetje, schaap, castreren met alleen maar je tanden. Dus eigenlijk letterlijk zijn ballen eraf bijten. Of vechten met een alligator die heel groot is op zijn rug springen. Ik ga wel vechten met die alligator. Kom maar op, Mr. Alligator. Ik vecht wel met die alligator, jongen. Kom maar op. Wat heb je liever? Own een PS3, own een Xbox 360. Ja, ik heb een 360 en ik heb geen PlayStation 3. Ik heb wel een PlayStation 4, dus Xbox 360, sowieso. Bam! Allerlaatste vraag, nog eentje ik doe. Wat heb je liever? Be a superhero, hated by everyone, een held die iedereen gehaat wordt. Of je hebt geen benen en geen armen, maar iedereen houdt van jou. Ben ik liever een superheld die iedereen gehaat wordt. Ik bedoel, je bent een superheld die iedereen nodig hebt op dat moment. Dan mag iedereen me haten als ik maar het goede ding doe. Een soort Hancock, weet je wel. Die film Hancock met Will Smith, dat is hartstikke een vette film. Op die manier dus. Maar goed mensen, in ieder geval, dit was weer een nieuwe Would You Rather van Happy Liever. En ja, ik hoop dat jullie het hartstikke leuk vinden. Wil je vaker Would You Rather gaan doen? Laat me even weten natuurlijk beneden in de comments. Doe even lekker een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Of als je het niet leuk vond, mag het ook. Dan zie ik je graag in de volgende video. Mensen, dankjewel voor het kijken. Later nog eens ziens. En natuurlijk, peace!